Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom voor de tweede keer vanuit de grote of Sint-Laurenskerk in de prachtige stad Rotterdam. En wat ben ik blij met die geweldig mooie reacties die ik van jullie gekregen heb. En weet je wat ik zo gaaf vond? Dat er zoveel reacties kwamen op het registreren van Hanno Bos. Want uiteindelijk is het klaarzetten van de klankkleuren, het maken van de combinaties, is zo belangrijk voor een organist. En vooral op zo'n groot orgel, waar je echt gewoon je als organist dan helemaal kunt concentreren op je spel, omdat je weet van, ik heb een geweldige registrant bij me. Kijk, je hebt van die hele grote orgels, daar heb je presets, hè, daar kan je alles programmeren. En dan zitten er van die knopjes onder de klavieren, druk je op een knopje, volgende registratie. Maar hier moet je alles zelf doen. Hier heeft de registrant het bijna nog drukker dan de organist. Maar bedankt voor de reacties. Bedankt ook voor de donaties. Dat maakt het mogelijk om door te gaan in deze prachtige kerken. Want er komen er nog meer aan. We maken plannen. Dank jullie wel. Want het programma bestaat bij jullie's loyaliteit. Dank je wel daarvoor. Voor vanavond koraalbewerkingen van eigen bodem. Improvisaties. Maar ook een psalm 146, een toccata van Jan Zwart. Daar ga ik mee beginnen. En ja, de Laurenskerk. Ik ging vroeger op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar hier altijd luisteren bij Klaas Jan Mulder. En toen liep de trein hier nog langs. En op een gegeven moment zag je dan een lamp oplichten en dan kon de organist een beetje bijregistreren. Want op het moment dat de trein voorbij daverde, hoorde je het orgel niet eens meer als de organist zacht speelde. Ja, mooie herinneringen. En ook mijn eerste keer hier samengewerkt met Klaas Jan Mulder. En toen zongen we Grote God, wij loven u. Het Dirkslands mannenkoor mocht ik begeleiden op het transeptorgel. Klaas-Jan op het grote orgel. En bij het derde couplet kwam er samenzang bij. En dan kwam Klaas-Jan erbij op het grote orgel. Dus ik naar Klaas-Jan Mulder. Ik zei, meneer Mulder, zal ik bij vers 3 ook meespelen? Weet je wat hij zei? Als je maar speelt wat er staat. Tja, ja. Mijn grote idool, Klaas-Jan Mulder, ja. Het waren mooie tijden. Nu geweldig om hier te zijn vanavond. De toccata over psalm 146 opent het programma van Nederlandse koraalbewerkingen. Geniet van vanavond.
ja, een prachtige toccata om het programma van vanavond mee te openen. En de volgende is een improvisatie. Een improvisatie over hoe groot zijt gij. En die heb ik bewust gekozen omdat ik het zo verschrikkelijk mooi vind op dit orgel om de strijkers in de zwelkast te laten horen. Ik doe dan de zwelkast dicht en dan begin ik met de strijkers, dat prachtige lied over de natuur, over de schepping. En dan tokkel ik op een gegeven moment als een soort harpje op het borstwerk met de gedekt 8 voet. Nou, en dan komt de koraalbewerking met mooie uitkomende stemmen. En dan gaan we langzaam via de toccatine naar het volle orgel in het prachtige loflied Hoe groot zijt gij. Geniet ervan. Thank you.
Ja, en vanuit het volle orgel en dat schitterende Hoe groot zijt gij, ga ik naar een compositie van registrant Hanno. En hij schreef een lamentation, eigenlijk een soort klaaglied over Psalm 38 vers 9. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. Want ja, we klagen wat af in deze tijd, hè. En de een die klaagt nog meer dan de ander. En de een die weet het nog beter dan de ander. En de een die weet het nog minder goed dan de ander. En daarom leek het me heel erg mooi om deze prachtige psalm op het programma te zetten. Maar met name vanwege de mooie bewerking die Hanno schreef. Het klagen hoor je eigenlijk terug in de muziek. Maar en dan komt er op een gegeven moment zo'n thema waarin eigenlijk die tweede regel heel erg tot uiting komt. Van mijn begeren is er bij u alleen. Hey, daar moeten we zijn. Wat je ook te klagen hebt. Je moet bij de Heer der Heren zijn. En dat hoor je heel erg mooi terug. En deze prachtige bewerking op Psalm 38 vers 9 van Hanno Bos.
indrukwekkend mooi op dit prachtige Laurensorgel, maar zeker ook de compositie door Hanno geschreven over Psalm 38. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En nu zijn we aangekomen bij een heugelijke tijding. Een improvisatie. En dan begin ik vanuit de zwelkast weer, maar toch al een stevig klankje. Met een zacht tongwerkje. En dan ga ik voor het eerst vanavond de cornet van het hoofdwerk als uitkomende stem gebruiken. Eigenlijk heb je bij dit orgel alle soorten klankkleuren kan je maken. Je kan hem Frans laten klinken, je kan hem Engels laten klinken, maar ook die typische Nederlandse klank met die cornet. Hè. Ze zeggen wel eens 8-4-3 cornet. En dan hoor je een prachtige klank op het derde klavier, 8-4-3. En dan dit is de cornet. Dat is die typische Hollandse klank. Nou, ga ervan genieten en een improvisatie over het prachtige heugelijke tijding.
prachtig lied, Heugelijke Tijding, waar het orgel weer in zijn volle glorie tot klinken kwam. De laatste paar weken heb ik een paar keer het lied Een Toekomst Vol van Hoop van Selah gespeeld. Een keer in de combinatie Martin en Martin. En ik heb het ook al eerder gedaan in de Martinikerk in Bolsward. Toen wat de week zond Nederland Zingt. Uitzendingen, bijzondere uitzendingen noemden ze het zelf, van Een Toekomst Vol van Hoop. En ik was daarbij ook met een uitvoering vanuit de Martinikerk in Bolsward. En daar kreeg ik heel veel mooie reacties op. En heel veel mensen zeiden van, nou ja, ik hoor dat je naar de Laurens gaat. Speel dat prachtige lied ook nog eens in de Laurens. Ja, je kan het zo mooi vanuit de stilte laten komen en dan die mooie uitkomende stemmen op het rugwerk. Hanno die heeft de sesquialter al klaarstaan. En naar het eind kan je het zo glorieus laten eindigen. Hè. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. En dat is vandaag de dag toch heerlijk om te kunnen zingen. Heerlijk om te kunnen beluisteren en ook om te spelen. Een toekomst vol van hoop van Selah op het prachtige Laurensorgel.
Ja, in de Laurenskerk in Rotterdam heb ik heel vaak al mogen spelen. En ik heb er ook verschillende opnames gehad. En mijn vijfde improvisatie-cd heb ik hier ook opgenomen. En ja, bij muziek denk je ook vaak aan situaties in je leven terug. En toen ik deze cd hier opnam, toen zat ik ook in een bepaalde situatie in mijn leven. En toen ontstond ook de improvisatie over het briesend paard moet eindelijk sneven. Ja, en dat ging misschien, ja, eerlijk gezegd, ook wel een beetje over mezelf. En als je dan je verhaal kwijt kunt in je muziek, dan is dat voor jezelf fijn om te kunnen doen. Het is ook fijn voor je fans, je publiek, mensen die van je muziek genieten, die er steun aan ondervinden, om daarnaar te luisteren. En die herkennen er dan weer hun eigen verhaal in. Dat is het mooie van muziek. Een bepaald stuk is voor de een van toepassing op dit en voor de ander van toepassing op dat. Maar het zegt altijd iets, hè? Achter elk muziekstuk, zeker als het een improvisatie over een geestelijk lied is, zit een verhaal. Een improvisatie over het briesend paard moet eindelijk sneven. En dat hoor je ook terug in de improvisatie.
Ja, en met het dichtdoen van de open subas, wat je Hanno hebt zien doen, was het briesend paard gesneefd. Ja, indrukwekkend. Soms moet je even stil zijn na muziek. Maar we gaan verder. En we gaan verder met een stuk van Feike Asma. En Feike Asma die heeft een aantal stukken geschreven. Daar werd ik als kind met de paplepel mee ingegoten als ik met mijn vader naar de grote kerk in mijn sluis toe ging. En dan weet ik nog wel, stond er een rij en dik stonden er voor de deur van de grote kerk. En dan had je uiteindelijk een plekje. En dan op een gegeven moment kwam Feike binnen in zijn Manchester pakje. Met die lange witte manen. En dan ging hij naar het orgel. En dan begon hij altijd met iets van Jan Zwart. En hij eindigde vaak met een eigen koraalbewerking. En ik weet nog heel goed dat ik Komt als kinderen van het licht hoorde. Gespeeld door Feike in de grote kerk in Maassluis. Wat heb ik daarvan genoten. En dat ga ik nu spelen. Dat past heel mooi bij het thema Nederlandse koraalbewerkingen. Geniet van Komt als kinderen van het licht van Feike Asma.
Als Feike Asma er niet was geweest, denk ik wel eens bij mezelf, dan was ik misschien wel nooit gaan orgel spelen. Ik raakte er altijd zo door geïnspireerd als ik naar die concerten ging om te luisteren. Een van zijn laatste concerten, weet ik nog wel, was in de hervormde kerk in Middelharnis. Bij Johannes Orgelbouw in Ede heb ik hem ook nog verschillende keren gehoord. En ja, Feike en Klaas-Jan Mulder waren toch eigenlijk altijd wel mijn grote voorbeelden. Ja, en nu een verstild moment. Andante Religioso van Simon Landsman. Ik heb al vaker verteld, Simon Landsman is eigenlijk bekend vanwege zijn koraalboek over de psalmen. Nou, later kreeg hij Worp, hè, dat zwarte boek met die gouden letters. Voor de mensen die Worp moeilijk vonden, was er ook nog Drent met TH op het eind. Nou, later kwamen er natuurlijk allerlei andere koraalboeken. Maar Simon Landsman schreef er ook een, maar hij schreef ook prachtige muziekstukjes die gebruikt konden worden als orgelspel na de preek. Om even weer tot bezinning te komen en over na te denken wat er gesproken was. En nu speel ik voor jullie zijn prachtige Andante Religioso.
Ja, prachtige romantische muziek van Simon Landsman. En ik heb het al eerder gezegd in deze uitzending vanuit de Laurenskerk. Ik voel me best bevoorrecht dat ik dankzij de steun van verschillende mensen hier in de Laurens voor jullie deze opnames kan maken. Ja, dat is natuurlijk heel erg gaaf om te doen. Een lied wat ik heel vaak speel bij de Zingen Maak Blij diensten in de Breepleinkerk. Dat zijn diensten die we op dit moment ook niet kunnen houden, alleen online, zeg maar. Dat is Van U Wil Ik Zingen. Eigenlijk open ik alle Zingen Maak Blij diensten met dat lied. En ja, omdat ik dat zingen na aan mijn hart heb liggen. En het daarom des te lastiger is dat het op dit moment ook niet mag en niet kan. En ik kan me nu uitzingen van achter de klavieren van mijn orgel. En dat is een voorrecht om te mogen doen. Maar daarom speel ik dat lied Van U Wil Ik Zingen. En dat combineer ik met Ere Zij aan God de Vader. Een improvisatie, eigenlijk een van mijn eerste improvisaties die ik speelde ooit in het Vlakkese land. Dus geniet van de slotimprovisatie over het prachtige Van U Wil Ik Zingen. In combinatie met Ere Zij aan God de Vader.
Ja, beste mensen, en daarmee zijn we aan het eind van het tweede programma vanuit de Laurenskerk gekomen hier op deze zaterdagavond. En wat hebben Hanno en ik genoten om hier voor jullie muziek te maken, te registreren en te spelen. En ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. Dat er een vonkje, een muzikaal vonkje was wat oversprong vanavond. En we komen nog een keer vanuit de Laurenskerk volgende week dinsdag en dan is het... thema populair klassiek muziekfeest. En dan begin ik, om maar één stuk te verklappen, met de prachtige Marsje Militaire van Schubert. En dat is een heel mooi stuk om met de deur in huis te vallen. Maar voor nu sloten we dus af met dat prachtige Ere zij aan God de Vader. Hartelijk bedankt dat jullie erbij waren vanavond. Niet in de Laurens, maar wel thuis. Waarmee je een kijkje kreeg in de muzikale keuken hier aan de klavieren van dit beroemde... grootste orgel van Nederland, het Markussenorgel van de Laurenskerk van 1973. En het is hier altijd 7:50. Dat is ook wel mooi. Altijd 7:50. Het wordt nooit later. Ja, maar dat terzijde. Bedankt voor de donaties. Bedankt voor het steunen van het programma. Blijf dat doen. Dan gaan we er de komende tijd zeker nog mee door. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar. Tot dinsdag en goede zondag. Welterusten.